Ja, hier is Fischie weer. En ik ben hier met Remco. Nou, Nederlands elftal, favoriete. Kijk toch helemaal. Met... Ja, toch hier, maar je kijkt toch met plezier naar altijd Nederlands elftal? Ja. Maar het gaat nou op zich. Ja, weet je, ik vind, internationaal voetbal vind ik niet heel boeiend, zeg maar, landenteams. Maar het gaat nu wel ergens om. Ja, maar vind jij trouwens wel dat het echt die D-wedstrijd is? Ja. Dit is wel echt een hele belangrijke wedstrijd. Als je deze wint, dan heb je echt alles in eigen hand. En anders, als je bijvoorbeeld deze verliest, voor mij is dan ook nog twijfelachtig of je dan nog wel de beste nummer 2 wordt. Of zeg maar, of je bij de beste nummer 2 hoort, zeg maar. Dus dat is wel een probleem. Ja, ik had wel eerder gezegd, we hebben echt een looppool eigenlijk, toch? Ja. Als je heel erg Zweden, Frankrijk, zelfs Bulgarije is niet slecht of zo. Als je vooraf, zeg maar, als je een paar jaar geleden deze pot gezet, had je gezegd van, nou oké, Frankrijk, Nederland door. Ja, maar Zweden is natuurlijk wel. Ja, maar het komt ook omdat Nederland gewoon best wel slecht is. Gewoon echt eredivisieniveau. En nu met Dick Advocaat, die haalt gelukkig wel een beetje de internationale top, zeg maar, terug. Die vroeger top waren. Ja. Dus, ik heb er wel vertrouwen in, maar ja, het zal een heel lastig kwaai worden. Nou, als we in ieder geval uitspelen in Park de Prins, is het goed? Park de Prins. Dat is ook, ja. We geven je een like er even op deze video. En laat natuurlijk je voorspelling achter bij de comments. Wij gaan hopen en wij gaan proberen er een mooie wedstrijd van te maken. Parc de Prince! En dat zou best eens een interessante wedstrijd kunnen worden, even. Nou. Heb je nog eens een opstelling gewijzigd of niet? Nee, helemaal niks eigenlijk. Ik heb er geen flauw idee waarmee. Ik vind ze allemaal wel bekend, zien ze er allemaal uit. Zeg maar. Oh. Ja. Nou, dat vind ik aardig dat je gewoon zomaar meteen de bal aan ons geeft, want het is natuurlijk toch de minder ploeg. En hier zien we het beginopstelling van de thuisploeg. Ja, dat trok veel mee, dat scheelt weer. Je weet wat ze zeggen, Frankrijk die kan met gemak 3 elftallen opstellen die in Nederland zou kunnen verslaan, dus dat wordt nog wat. Zeggen ze dat best? Ja, maar dit is wel een wedstrijd waar het om gaat. Hè. Nederland is tenminste dan wel op zijn best. Ja, dat klopt. En ik kan helaas niet, hoe heet dat, inbrengen van Persie. Nee. Zie je dan bij de selectie, maar... Je zit niet bij de selectie, maar... Het is wel heerlijk, gewoon... Ja, ben je blij mee van Persie? Maar ik vond eigenlijk Niels, van Persie niet zo heel goed in het Nederlands elftal, als ik heel eerlijk ben. Ik ook niet. Maar ja, hij heeft nu wel... Misschien, voor mij zei Derksen dat, hij kan nu wel een beetje getergd zijn. Omdat hij wil laten zien van, ja, hey, ik ben anderhalf jaar niet opgeroepen. Ik laat zien wat ik er wel bij hoor. Ja, precies, ja. Maar ja, voor mij gaat hij ook niet beginnen hoor, daar niet van. Voor mij gaat hij gewoon invallen. Promes. Die zit ook in de spits gezet. Ik vind Jansen, vind ik helemaal niks. Nee? Ah, weet je. AZ-niveau. Wel Huntelaar, nee, heb ik ook niet, hè? Nee, die zit niet bij de selectie. Ook niet in het echt, trouwens. Oh, dat is wel lekker. Oh! Nee! Oh, lekker. Oh, een beetje billenbrand, maar... Nee, daar wordt een stokje voor gestoken. Het is de pie. Oeh! Oeh! Oh. Ik loop even te prutsen. Daily Blind, oh, is ook zo'n zwakke speler, vind ik dat wel. Velman, dat was Velman. Nou, kut. Nu zie ik alsnog de bal. Oh! Bijzonder mooi steekballetje. Nee! Nee! Oh! Zo'n wild. Oh, fuck dit. Oh my god. Hij schiet. Dit was hem. Dit had gezeten, denk ik. Nee man, een slechte bal eigenlijk. Kijk dan, en hij daalt nog nu, hè. Hier, hij daalt. Onderkant lat zou hij gaan. Oh nee! Oh, lekker. Goeie eerste helft. Goed doorgekomen. Oh. Nee, bij. Ja, Jezus! Oh, oh. Robben! Nee, niet zo sleep. Oh, hij heeft weer wat geleerd hoor. Huh? Hij heeft weer wat geleerd hoor, hé. Sleepbeweging. Nee, dit doe ik zo vaak. Alleen moet wel zomaar een goede speler hebben die het kan. Fuck. Wel een robbekool. Naar binnen en Gaat er een kruising in? Ja. Maar gaat er een korte kruising in? Ja, hij zag het niet. Ik weet niet of het een woord is, maar... Ja, hoog kort hoor. Nou, lekker. Nu als op de verdediging gooien. Jezus. Ajax stel en dan de 2-1 weggeven. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen.
Oh. Wat is dat dan weer? Lekker bal trouwens. Oh. Dat is toch een penalty, scheids? Nee, jouw verhaal. Dat is een penalty, scheids! Dat is op de bal, kijk dan. Die nee, pot. Nee, daarvoor. Nou, maar het was een penalty, scheids! Ik word met controle die trilt helemaal. Ja, maar dat zegt ook niet alles. Oh, nee! Iedereen aan positie. Oh, dit is wel echt veel te laat. Dit is wel geel. Dat is natuurlijk weer Danny Blind. Danny Blind. Maar ik wilde het ook helemaal niet doen. En toen ik terug dacht, kut. Ja, niet doen. Oh. Dat wil ik ook bijna de scheids. Oh nee. Wat is dat voor trutjesbal? De afwerking is nog niet helemaal lekker, moet ik zeggen. Oh, wat is dit? Snijdertje. Nee. Nee, hij loopt. Ah ja, maar ik word toch godverdomme 50.000 keer tegengehouden. Het publiek stelt zich echt op als. Nou echt, maar dat komt dat hij opeens, het leek een soort lek of zo, toen die sliding inzet in de lucht, opeens rende die af. Ja. Ik had echt voor mijn gevoel echt gewoon goed getimed. Oké, okay, nou, misschien niet helemaal goed getimed, maar. Die voorzet is helemaal niet lekker, daarmee komt er een einde aan de aanval. Hallo, ik wil het centrum zijn. Ja, echt een moment, Remco, dit is echt een moment om dat te doen. Maar op een of andere manier zag ik dat jouw keeper iets ervoor stond. Een beetje vasthouden mag daar. Oh, wat een kans! Toch? Mijn hele verdediging, ik liep ook helemaal verkeerd naar mijn verdediging, dat er echt open kans zit. Ik weet niet of je het gaat zien. Oh ik my god! Kijk dan! Nee, ja. Dat is wel moeilijk. Ja. Dat is wel moeilijk, moeilijk bal. Maar hij mag meer voor, hij mag altijd tussen de palen, zeg maar. Oh, ik wil die steek nog eruit halen. Oh! Wat een massa. Dan kom ik echt heel goed weg. Oh, hij rent opeens af. Ja, tijd ik weg. Oh! Ik moet gewoon rood halen, gewoon. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte? Oh nee. Ik klote ruimte, dus ik kan er niet dichtlopen. Oh. Godverdomme. Wat een stugge wedstrijd, toch? En dan lukt het wel ook mee. Ja, Arjen Robben. Als iemand het moet doen, dan moet hij het ook wel doen. Ook is hij niet helemaal in topvorm. 0-1. Nou, ik ben wel blij dat we het altijd fout hebben tot nu toe. Dus dat belooft heel goed. Nee, we hebben niet altijd fout. Oh. Bij Ajax zijn we toch niet goed. 90% hebben het fout. Laten we dat erop houden. Maar het kan, want je ziet wel, ik had wel het gevoel dat jij iets beter was met Frankrijk. Maar ja, er hoeft maar één bal goed te vallen en het is gewoon klaar. 50% bal zit al bij 5 schoten op doel. Ik heb wel met een paar slidings de aanval eruit gehaald. Dan sliep je ook wel makkelijker door. Ja. Nou. 1-0 voor Nederland. Het zou echt geweldig zijn. Laat het voorop stellen. We gaan het gewoon zien vanavond. Jongens, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. En bye bye. Later. Später.